Chainlink gaat de strijd aan met XRP en Ripple. In deze video leg ik uit waarom Chainlink dit doet, hoe zij dit doen en ook waar de prijs eventueel heen kan schieten voor Chainlink en of het dus een interessant moment is om Chainlink te kopen of niet. Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies, crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de cryptomarkten en om er gewoon voor te zorgen dat ik jou klaarstoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video €20 in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je hiervoor dus moet doen is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder en daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent en elke video maak ik een nieuwe winnaar bekend. Yes, zoals je in de intro zag, vinden we iemand 20 USDT. In deze video is dit de gelukkige winnaar. Gefeliciteerd. Stuur mij even een mailtje marchandbusiness@hotmail.com met jouw TRC20 adres. Krijg je dat van mij opgestuurd. Hoe kan je hier aan meedoen? Simpelweg even op de rode abonneerknop klikken onder deze video, zodat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Waardeer ik heel erg elke nieuwe abonnee. Daarnaast even liken en een comment plaatsen dus. En dan elke volgende video heb je kans om dat te winnen. Alright, voordat we met de video gaan starten, even heel snel dit. Ik ga iets tofs doen. Ik heb heel veel reacties gekregen van mensen de afgelopen periode. Hoe het kan zijn dat mijn studenten nog steeds ontzettend dikke resultaten halen, ook in lastige periodes, hoe ze dit precies doen. Het mooie is, de grootste bullmarkt ooit komt eraan. In zo'n bullmarkt is het relatief makkelijk om veel geld te verdienen, mits je weet wat je doet en de juiste strategie hebt. Dus wat ik wil gaan doen is, 11 september ga ik een tof webinar geven waarbij ik iedereen die aanwezig is klaar ga stomen voor die aankomende bullmarkt. Dus wat kan je het beste gaan doen? Hoe kan je dit het beste gaan doen zodat je een plan hebt, zodat je helemaal voorbereid bent en de volledige bullmarkt kan gaan meepakken? Want ik spreek uit ervaring ik zeg dat het niet fijn is als je een heel deel mist terwijl je weet dat je daar heel veel had kunnen meepakken. Er zijn nu ongeveer 500 aanmeldingen. Er staat een cap op van 1000 aanmeldingen. Dus wil je erbij zijn, moet je snel zijn, want de inschrijvingen staan nog ruim een week open. Goed, dan beginnen met de video. En dat is natuurlijk de focus op Chainlink. En dat is vooral dit. Swift could support interconnected CBDC's via Chainlink. En we weten allemaal, ik ben geen fan van CBDC's. Ik hoop dat jij ook geen fan bent van CBDC's. Want voor de mensen die het niet weten, Central Bank Digital Currency. Eigenlijk, als je het simpel gaat vertalen, is het of zorgt het ervoor dat de overheden en de banken nog meer macht krijgen. En dan vooral ook over jou. Want wat een CBDC is, is simpelweg bijvoorbeeld een euro als CBDC of een dollar als CBDC. Die vervolgens als een cryptocurrency gebouwd wordt. Wat betekent dat die straks ook programmeerbaar is. Dus er kunnen aanpassingen gedaan worden. Dus als iets, iets de overheid niet aanstaat, bijvoorbeeld je gaat op Facebook of op Instagram en je plaatst iets negatiefs over de regerende partijen, dan krijg je bijvoorbeeld een penalty op je vermogen om uit te geven. Of je hebt te veel vlees gegeten, te veel uitgestoten daarmee, je krijgt een tax op je geld. Dus je kan niet genoeg of je kan niet meer vlees kopen omdat je al te veel vlees hebt gekocht. Dat zijn allemaal dingen, geen complottheorieën, dat zijn letterlijk dingen die aan worden gehaald voor de CBDC en waarvoor het handig is. Daarnaast komt erbij kijken dat, zover je nog privacy had, maar de privacy volledig weg is, want alles wordt dan direct gecontroleerd. Even een side rant van mij. Ik ben dus geen fan van CBDC's. Maar goed dat het eraan zit te komen. Dat de banken en de overheden het willen. Dat is een gegeven. Dus het gaat daar ook gewoon komen. En dan kan je het beste maar gewoon mee rijden. Om daar toch geld aan te verdienen. Het zou stom zijn als je er geen fan van bent en het links te laten liggen en dan je helemaal te laten naaien als het ware daardoor. Dus wat je dan het beste kan doen is ervoor zorgen dat je in ieder geval nog een mooie smak geld eraan verdient. En dat kan ook, zeker. Bijvoorbeeld Ripple, maar ook dus Chainlink. Je hebt hier dus Swift could support interconnected CBDC's via Chainlink. Dus wat Chainlink eigenlijk gaat doen of wil gaan doen of is gaan doen, is samenwerken met Swift. Dus wat nu het internationale betalingsprovider is. Nou, wat is Swift? Ten eerste is het oud. Ten tweede is het langzaam. Het kost heel veel geld om transacties te versturen internationaal. Dus het is allemaal niet van deze tijd meer. Daar komt crypto bij kijken, wat het natuurlijk heel goed doet. En XRP, die lost dat natuurlijk heel goed op met de technologie die zij hiervoor gebruiken. Nou, dat is natuurlijk één ding, maar Swift is hier. Swift werkt samen met grote banken. Swift werkt samen met de overheid. Dus wat is natuurlijk heel interessant, en ook voor Swift om te willen blijven bestaan, is samenwerken met cryptocurrency bedrijven, blockchain bedrijven, om ervoor te zorgen dat het oude Swift in een nieuw jasje komt en het beter gaat doen en Swift dus kan blijven bestaan. En dat is dus natuurlijk concurreren met wat Ripple wil gaan doen. Nou, verder, Chainlink supply on exchanges has registered a drawdown recently. En dat is natuurlijk heel interessant. Hoe meer supply van de exchanges afgehaald wordt, wat betekent hoe meer
kopers er zijn die hun Chainlink ergens veilig bewaren in plaats van hot wallets ergens op een exchange. Dus dat is natuurlijk positieve metrics. En wat je hier ook ziet, Chainlink supply on exchanges has dropped back to low level. It historically is followed by price rises. Dus dat hebben we al vaak gezien in het verleden. Op het moment dat deze levels zo laag kwamen te liggen, zagen we bullish momentum in Chainlink. En dat natuurlijk met dit positieve nieuws zegt genoeg. En we gaan zo even naar de chart kijken. Daarnaast is er natuurlijk ook een blog op mijn website die elke week een nieuwe blogs uitpoept als het ware. Thomas is hier de schrijver, hij doet het ontzettend goed en het is ook een hele goede tekst. Dus mocht je meer willen weten over Chainlink, ik zal het linkje in ieder geval in de beschrijving zetten, zodat je gebruik kan maken, of tenminste zodat je het artikel kan lezen en volledig up-to-date bent. Even kort, SWIFT is dus de afkorting voor Society Worldwide Internet Interbank Financial Telecommunication en bestaat sinds 1973. Het is al tientallen jaren een belangrijke schakel in de wereldwijde financiële sector. SWIFT biedt namelijk een netwerk dat financiële instellingen over de hele wereld met elkaar verbindt om onderling veilig transactieberichten uit te wisselen en overboeking tussen banken mogelijk te maken. Je kan je dus voorstellen hoe belangrijk SWIFT is. En hoe graag ze willen natuurlijk dat de power niet SWIFT van SWIFT naar bijvoorbeeld een Ripple. Nou, wat heb je hier nog meer? Je hebt de nadelen, het is traag, het is duur, het is foutgevoelig, het is niet transparant. En er zijn veiligheidszorgen bij SWIFT. De rol van cryptocurrencies is dan weer interessant, want wat kan het doen? Een hogere snelheid geven, lagere kosten en er zit geen tussenpersoon meer in. Wat voor minder fouten en vertraging zorgt. Dus kortom, het zal wel moeten dat SWIFT omgaat naar blockchain, naar crypto. Of dat er dus een vervanger gaat komen. Maar SWIFT zou dat natuurlijk niet willen en zit niet stil en werkt daarom samen met de blockchain van Chainlink, die natuurlijk bridged met andere huidige dingen in de gewone wereld. Wat natuurlijk de kracht van Chainlink is. En daarom denk ik dat Chainlink het heel ver gaat maken, zeker met deze samenwerking dus. Dan nog even, en XRP dan, is XRP niet de aangewezen vervanger voor SWIFT, dat zullen de meeste mensen zeggen. Hoewel XRP het onderliggende systeem dat door Ripple Labs is ontwikkeld, wordt gezien als potentiële concurrent voor SWIFT, heeft XRP als nieuwkomer nog een lange weg te gaan om massale adoptie bij banken te bereiken. Dat heeft SWIFT natuurlijk al wel. Ripple is wel hard bezig met het opbouwen van zijn netwerk en heeft partnerships met verschillende banken en financiële dienstverleners, maar het heeft nog niet dezelfde mate van adoptie als SWIFT. Ripple heeft daarnaast natuurlijk ook de rechtszaak, is nog steeds niet opgelost. En dan de conclusie hiervan, het is goed nieuws dat SWIFT heeft bekendgemaakt dat een succesvolle test met Chainlink heeft uitgevoerd. Dat biedt veel potentieel voor een nieuwe explosieve koersstijging van Link. Je zult zien dat SWIFT steeds meer met cryptocurrencies en de blockchain gaat doen, al was het alleen maar om ook in de toekomst nog relevant te blijven en niet door nieuwe technologieën voorbij te worden gestreefd. De samenwerking met Chainlink is een goede eerste stap. De koers van Chainlink is al een tijdje vrij stabiel, zelfs bij de sterk gedaalde koersen van bredere cryptomarkten. En dat is een hele interessante. En daarna de mening van Thomas, maar ik ben het ook met hem eens. Het is een hele interessante koop en ik wil zo meteen nog even naar de chart kijken. Nou, daarnaast dit kleine stukje in dit artikel. Chainlink has hit a key level that has historically foreshadowed a price rebound. In principe wat we net zeiden met dezelfde afbeelding. Dus alles lijkt er goed op te staan. Dan even een kort woordje van de sponsor van deze video. En dat zijn mijn vrienden van NordVPN. Ik ben een ontzettende fan van NordVPN en gebruik het elke dag. Hij staat nu ook gewoon weer open. Met NordVPN kan je ervoor zorgen dat je IP-adres super veilig is. Wat heel erg belangrijk is op het moment dat je bezig bent met cryptozaken, op de bankzaken of andere gevoelige zaken. Simpelweg op het internet. Het internet is heel erg gevoelig. Vooral als je gebruik maakt van openbare wifi is het heel erg gevoelig. Kan je heel makkelijk gehackt worden en veel mensen raken daardoor simpelweg hun crypto kwijt. Omdat ze domme dingen doen waarbij ze eigenlijk niet bij nadenken of omdat ze connecten met een wifi waar vervolgens een scammer of een hacker op zit. Dus het is heel belangrijk als je de juiste beveiliging hebt en NordVPN, dus een VPN, is daar zeker het begin van. Als je NordVPN koopt kun je het op meerdere apparaten gebruiken. Op je computer zoals ik heb, op mijn laptop zoals ik hem ook heb en op mijn mobiele telefoon. Op mijn smartphone, waar ik het ook op heb staan, waar ik hem altijd op gebruik. Je krijgt een exclusieve deal met Corné. Wat nu de exclusieve deal is, durf ik je niet te zeggen. Dat zullen we vast ergens op de kooppagina vinden. Koop NordVPN. Je krijgt 62% korting standaard via mij met 4 extra maanden, dus 4 maanden gratis. Wat natuurlijk een ontzettend toffe deal is, want je krijgt gewoon voor €3 per maand ontzettend veilige verbinding.
en een toffe service, want NordVPN in mijn optiek, ik heb er heel veel geprobeerd, is veruit de beste. Nou, wat is ook nog leuk met NordVPN, je kan je VPN bijvoorbeeld op Amerika zetten en op Netflix dan series kijken die in Amerika uit zijn en hier niet. Dat is nog een leuke. Wat heb je nog meer? Je kan je bestanden privé beschermen, je kan je VPN in verschillende landen zetten, dus content bekijken uit andere landen die er niet zijn. Threat protection, ultrasnelle verbinding, dedicated IP, data breach scanner. Dus je hebt ook scanners die laten zien of jouw gegevens ergens op het internet te vinden zijn. En 30 dagen terug, niet goed geld teruggarantie voor die 3 euro per maand. Dus mocht je dit willen, linkje in de beschrijving, code Corné, linkje voegt automatisch die code toe. Kun je gebruik maken van die actie. Goed, en dan de link chart. En mensen die mijn kanaal al langere tijd volgen, hands up. Plaats even een comment als je nog steeds aan het kijken bent. Waardeer ik heel erg. Die hebben ook heel vaak gezien dat Chainlink eigenlijk precies hetzelfde doet als het al doet sinds 6 juni 2022. Dus meer dan een jaar lang zit het in deze channel. Het is een neerwaartse channel, wat natuurlijk bearish is, maar op het moment dat ze uitbreken aan de bovenzijde, kunnen we daar een hele flinke stap in maken. Om de juiste prijsdata en de prijstargets te kunnen laten zien, pak ik graag de weekly erbij. Wat je ziet is dat we ongeveer die $50 hebben gehaald met Chainlink. Ik denk zeker, want er zijn ook whales geweest die hier zijn wezen accumuleren, dat het een enorme accumulatieperiode is voor Chainlink. En dat op het moment dat we uitbreken, dat we ook met kracht gaan uitbreken en al snel hele hoge levels gaan bereiken. En daarmee makkelijk die all-time high van 2021 voorbij kunnen gaan. Zodat we zeker die $50 kunnen halen. En dan is het gewoon zien waar we gaan eindigen. Zeker met de bullmarkt. En alles hangt natuurlijk ook af van Bitcoin. Dus zit Bitcoin niet mee, dan zul je zien dat Chainlink ook niks gaat doen. Is Bitcoin stabiel? Stijgt Bitcoin, dan zul je zien dat natuurlijk Chainlink ook die tractie gaat krijgen. Wat ik ook een toffe vind, als je kijkt op de weekly chart, dan zie je hier een low. We hebben een lower low hier gemaakt, we hebben hier een low en we hebben een higher low gemaakt. Wat betekent dat we een mega bullish divergence op de weekly chart hebben, welke over het algemeen gezien vrij sterk is, heel sterk is, de weekly chart. Wat betekent op mogelijk nieuwe bullish momentum omhoog. Dus op het moment dat we bovenkant van de channel bereiken, ga mijn interesse naar Chainlink, want als we uit die channel breken, ga ik een grote long positie openen. Om vervolgens Chainlink natuurlijk te traden. Daarnaast ben ik al lang bezig met Chainlink accumuleren. Mensen in de community, die Discord, hebben het vaker voorbij zien komen. Ik koop simpelweg zakken Chainlink aan. Omdat ik overtuigd ben van het project en wat ze gaan doen in de toekomst. Goed, ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze video. Als het zo is, like hem even, deel hem even met vrienden en familie. En hopelijk zie ik je terug in de volgende. Adios.